Wat gaan we doen vandaag? Toonmoment van MCV. Ah, wel, van wat hebben we dan toonmoment? MCV. Ah, waar hè? Normaal gezien beginnen wij onze les altijd met het invullen van de schoolagenda. Maar we gaan dat vandaag niet doen, want we hebben dat woensdag al gedaan. Ja. We hebben dat al ingevuld woensdag. We zijn voorzienend geweest. Anders duurt dat toch wel een dikke 5 minuten, soms wel langer tegen dat dat ingevuld is. Dus de schoolagenda slaan we over. We gaan er meteen in, drie jongens en meisjes, jullie gaan het hele boek hoofdstuk 4 nemen. Ja, 4. Een hoofdstukje terug. Alles wat wij vandaag gaan tonen en demonstreren, of het meeste, hebben we eigenlijk al een keer geoefend. Dat is een beetje op de gemak zijn. Het eerste wat wij gaan demonstreren is iets wat wij heel veel doen. En dat is het belangrijkste onderdeel van onze lesjes. Dat is muziek eigenlijk gaan ontcijferen. Die tekens, die bolletjes. Dus die nootjes, dat gaan leren ontcijferen. En dat is iets wat ze regelmatig ook meekrijgen naar huis als oefeningetje om dit nog eens wat verder te oefenen. En we gaan dus demonstreren hoe dat wij dat in de klas stap voor stap doen. Dus het is niet de bedoeling dat ze nu al direct meteen dit kunnen gaan zingen, zo, zonder dat ze dat eerste keer ontleed hebben. En ik ga mijn stok pakken. Want ik ben ook aanwijzer. En wat gaan we eerst doen? Wat is onze eerste stap dan? Met knoppen of met de ritmetaal? We gaan eerst het ritme ontcijferen en we doen dat met de ritmetaal. We gaan het rap uitleggen aan de mama's en de papa's. Die moeten heel goed opletten, want die moeten straks ook nemen. Dit ritme hier, dat is een vierde noot. In de ritmetaal zeggen wij daar wat tegen? Aitana? Ta. Ta. Ja? Die twee die aan elkaar hangen, dat zijn twee achtste noten en landen. Titi. Ja, ta en titi. Dus mocht je afvragen thuis van wat zit die daar allemaal te zijn, het is allemaal normaal. We gaan ons klaarzetten voor onze maatslag, want dat doen we er ook bij. En we gaan die proberen direct goed te krijgen. Hè? Ik tel 1, 2, 1, 2 en we zijn getrokken met ta en titi. Hè? Zit ik klaar voor? Ja? 1, 2, 1, 2. Ta. Ta, ta, ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Ja, voilà, dat was het bijna perfect. Nog niet helemaal juist. Kun je dat applaus trouwens doen, hè? We moeten eigenlijk dit ook doen, maar dan houden we voor de laatste stap. Wat moet dat zijn? Christine? Ja, dan moeten we het nog een keer opnieuw doen. Ik stel voor dat we dat doen, maar dat nu aan de mama's en de papa's. He? De mama's en de papa's gewoon een maatslag klaar houden. Ja? Het is niet moeilijk. 1, 2, 1, 2. En we gaan lezen ta en titi. Ja? Wij gaan zwijgen, hè? Ah ja. 1, 2, 1, 2. Ta, titi, ta, ta. Titi, 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 ta, 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 ta. Ta, ta, ti, 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 ta. Ja. Oh, ik denk dat ze ook een applausje doen. Dat was stap 1. Dus eerst gaan we gaan kijken welke noten zijn langer, welke noten zijn korter, welke gaan sneller. Hè. Stap 2. Wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen, Julie? Nu gaan we het lezen met de noten. Dus nu gaan we niet meer ta en titi lezen, maar dan gaan we kijken op welke lijntjes staan die bolletjes. En als ons bolletje op het onderste lijntje staat, op het eerste lijntje, Sophia, dan is het een mi. Ja. Als het op het tweede lijntje staat, Alexander, dan is het een sol. En als het tussen het tweede en derde lijntje staat, Julia, dan is het een la. Dus mi, sol, la. Ja? We gaan weer lezen, hè? Maar twee woorden. En
En 1, 2, 1, 2. Sol, la, la, sol, mi, 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 la, la, sol, 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 mi, la, sol, sol, mi, mi, la, la, sol, mi, sol. Helemaal nieuw, maar dat is hoe we het stap voor stap oefenen. Nu staan de mama en de papa's. Dus, sol, la, en dit is de mi. Klaar? 1, 2, 1, 2. Sol, la, la, sol, mi, 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 la, la, sol, 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 mi, la, sol, sol, mi, mi, la, la, sol, mi, sol. Zeer goed, mi, dat is dat goed doen, hè? Dat is waar, hè? Goed. Wat is stap 3? En nu zet ik mij al een beetje, Jota. Nu gaan we zingen. Ja! Daar kijken ze wel naar uit. Dat de mama's en de papa's straks mogen zingen. En even kijken, hè? Het is morgens vroeg. Hè? Ik moet wel een beetje opwarmen. Thank you.
de vierde rust of de kwartrust. Dat wil zeggen dat we niks mogen doen dan. Hè. We moeten even rusten. Hè. We gaan dat aan de hand van dit lesje demonstreren. Voilà. En we gaan weer even hetzelfde... Nee, wacht. Dat is anders. We gaan eerst ons liedje een keer doen. En dus we hebben geleerd over de rust. En dan hebben we daar een liedje rond geleerd. Waar die rust ook weer voorkomt. En de bedoeling is dat ze dan dat liedje, dat in hun hoofd blijft zitten. En zo, dat ze het een beetje linken aan de leerstof. 1, 2, 2 tellen in een maat. Gaan we zien of we die nog kunnen? Je moet geen maatslag doen als we met tekst zingen. Dat is vooral als we met woordjes zingen. Dan hebben we de maatslag niet klaar. 1, 2, 3 en 2. We trainen een beetje voor.
bij ritmesdictee gaan we alleen ritmes schrijven en je ziet, er staat maar één lijntje, dus we moeten geen nootjes schrijven, alleen ritmes. Jongens en meisjes, het is van onder op pagina 12. Oefening 1. Ja, vinden jullie het terug? Normaal staat het aan de rechterkant en dat nu bij dit hoofdstuk nog. Goed, ik doe twee maatjes voor, dus de naam, ik moet nog eens de naam schrijven of wat ik gedacht heb. Zo simpel is het. Je spiegel? Ja. En jongens en meisjes, het is met een nieuwe rust erbij. Gaan we nog een keer tekenen. Die rare krul, wij moeten dat niet helemaal natekenen. Wij zetten zo een omgekeerde zet. Ja? Maar niet te worden. Oké, goed. Pam. Pam, pam, pam. Doe het mee. Pam. Pam, pam, pam. Ga dat nog eens doen. Goed kijken. Pam. Pam, pam. Shubidua.
eerste strofe zingen, dan zingen we allemaal samen het refrein. Dan gaan de kinderen de tweede strofe zingen en dan zingen we allemaal samen nog eens twee keer het refrein. Ja? Zijn we klaar? Zingen en zingen.